Nou, voor de liefhebbers, na 2 jaar is er weer het Geneve Festival. Ton Heugemer van het Geneve Museum. Hoe blij is de organisatie? Dat is haast niet voor te stellen, zo blij. We hebben 2 jaar is natuurlijk uitgesteld, keer op keer. En we zijn zo blij dat we weer mogen. En dat is ook te merken, want hij is voor vandaag volledig uitverkocht. En vanmorgen geloof ik ook al nagenoeg. Dus het wordt weer een grandioze Schiedamse happening. Het Geneve Festival in Schiedam. We kunnen er niet zonder. Voor mensen die totaal hier niet van gehoord hebben, wat gebeurt er? Er staan hier in de voormalige havenkerk, omgebouwd tot zaal eigenlijk met festivalzaal, staan over de 20 distillateurs vanuit Nederland en uit België die met hun producten met een stand staan te demonstreren, te laten zien wat ze maken en eventueel te laten proeven. Waar komen de mensen zo'n beetje vandaan, Ton? Ik denk grotendeels ook uit de regio, maar ik heb gehoord dat ze zelfs met openbaar vervoer van ver weg komen. Want als je een paar borreltjes op hebt, moet je niet zelf gaan rijden, dat is natuurlijk punt 1. Maar als het om 7 uur afgelopen is, kan je nog heel makkelijk met openbaar vervoer zelfs naar Groningen, naar Maastricht. Dus dat is geen probleem. Maar ze komen van verre, ja. Jij bent stoker in het Geneve Museum. Ja. Hoe belangrijk is dat voor de mensen die langskomen? Wij vinden dat dat heel belangrijk is, want wat houden wij levend? Wij houden eigenlijk levend waar Schiedam door is geworden. Schiedam was de Geneverstad toen de tijd, is nu nog de Geneverhoofdstad van Nederland. En wij maken op de Oud-Hollandsche, Schiedamsche manier, maken wij nog steeds moutwijn Genever. En dat doen we met een club vrijwilligers, met 1 man in een paar dagen in vaste dienst. En wij doen dat nog steeds met een goed product op de markt brengen, zoals dat een aantal 100 jaren hiervoor eigenlijk in Schiedam het enige product was. En toen hadden we 400 branderijen. Wij zijn nu nog de enige werkzame branderij in heel Nederland op deze manier. Wat hopen jullie met deze beurs met name te bereiken en vooral wie? Bekendheid, een groter publiek, een jonger publiek. Niet zozeer voor het borreltje, maar ook voor de historie. Een voorbeeld te geven, gisteren, vrijdag, heb ik 4 keer aan een groep 7-8-jaars basisschoolleerlingen het verhaal verteld in de branderij. Die komen klassikaal en die krijgen een soort geschiedenis, aanschouwelijk geschiedenis in de branderij. En dat gaat door tot aan de hogeschool aan toe, want we doen het in het Engels ook voor de hogescholen. Dus we zijn bezig met onze historie levend te houden, zodat de mensen na ons dadelijk zeggen, oké, maar dit is Schiedam. Er is een tijd geweest dat men zei, ja, mensen moeten niet drinken, ze moeten niet roken. Hoe is dat nu met dat drinken, Ton? Nou ja, ik heb nog steeds een zegswijze, gebruik is geen misbruik. Ik bedoel, een borreltje moet gewoon kunnen. Alleen, met een drank op moet je niet in de auto gaan zitten. Dat is natuurlijk een ander hoofdstuk. Maar gewoon voor de gezelligheid, een glas wijn of een borrel of een cognacje of wat dan ook, is helemaal niks mis mee. Is er een ontwikkeling gaande in de Geneve smaken? Ja, ja. Wij maakten vroeger in Schiedam heel veel bedrijven, maakten jonge jenever. En om het heel plat te zeggen, zoals mijn zoon zegt, pa, dat is een oude lullendrank. Dat was voor jou en voor opa. Dat wordt niet of nauwelijks, dat is sterk terugnemend. Maar er is zoveel voor in de plaats gekomen. Op het ogenblik zijn we met gin, zijn we booming business. Kijk maar wat hier aan gin in de hal staat. Er worden whiskies in Schiedam gemaakt. Er wordt moutwijn gemaakt bij diverse, niet alleen het museum, maar er zijn er diverse. Op moderne manier, op de ouderwetse manier. Dus het scala is veel breder, veel groter. We hebben veel meer keus. Je hebt een primeurtje, heb ik begrepen. Ja, wij maken 2 keer per jaar een ander smaakje. Dat is met de brandersfeesten, die dit jaar natuurlijk hopelijk ook weer doorgaan. Eind september maken we branderswijn met een bepaald smaakje. En in het voorjaar, zoals nu, maken wij stokers trots. Daar zijn we met recht trots op. Dat is een smaak en ik mag niet vertellen of het is, want de eerste fles wordt straks uitgereikt aan de burgemeester en nog een paar mensen. Die zit erin, maar het is een nieuwe smaak met voorjaarssmaken die we erin gedaan hebben. En die wordt zometeen gepresenteerd. En dan is er weer een nieuwe fles van 2/10 liter met een nieuwe smaak, met een nieuwe kleur en een nieuwe geur is er weer verkrijgbaar in het museum.